Het Nederlandse gedoogbeleid is voor veel buitenlanders moeilijk te begrijpen. Een Thaise delegatie besloot daarom om met eigen ogen te komen zien dat softdrugs in ons land verkocht mogen worden. Samen met advocaat Gerard Spong bezochten ze een coffeeshop in Tilburg. Ja, het is mijn eerste keer dat ik visit about 3 coffeeshops this morning. I am so surprised that the business of the cannabis cafe in the Netherlands. It's a real business. And you do it like this. Het doel van deze Thaise advocatendelegatie is om hen een beetje kennis te laten maken met de Nederlandse coffeeshop. Dat is natuurlijk in Thailand een volstrekt onbekend verschijnsel. En we willen de Thaise advocaten laten zien hoe dat hier functioneert. Dat is ook noodzakelijk, dringend noodzakelijk, omdat op dit moment in Thailand een zaak loopt van een Nederlander die daar vastzit en verdacht wordt van het witwassen van geld dat hij in deze coffeeshops heeft verdiend. De omstandigheden in de gevangenis waar Van Laarhoven zit zijn erg slecht. Ook heeft hij gezondheidsproblemen. Frans Van Laarhoven maakt zich veel zorgen om zijn broer. Met mijn broer gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed. De man is 6 jaar geleden, dacht hij met pensioen te gaan. Hij verkoopt zijn zaken hier in Nederland, betaalt keurig al zijn belastingen. Heeft wat geld over en denkt van, nou god, ik investeer dat in Thailand. En vervolgens beland je dan 13 maanden al in een cel in Thailand. En ik kan u zeggen, dat zijn niet de meest leuke omstandigheden om in Thailand gedetineerd te zijn. Het is heel belangrijk voor een rechter om te zien dat het hier in volstrekte openheid, midden in de stad, in het centrum van een stad, keurig met een administratie, dat er hier handel wordt gedreven zoals bij Albert Heijn de melk wordt verkocht. En dat is wel een eye-opener. Dus ik denk wel dat dit een heel belangrijk en nuttig bezoek van die advocaten is. De Thai blijven nog tot en met dinsdag in Nederland om zich in het gedoogbeleid te verdiepen. Ze sluiten het bezoek af met een gesprek met D66-Kamerlid Magda Berntsen en een bezoek aan de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse regering.